Ja, spullen oppakken, rechtsom maken en mij volgen. Denk je dat ik een jij ben voor jou? U nummer. Heel goed. En waarom ben jij te laat? Wij gaan opbouwen 3x boogtent. Dat wordt jullie slaapplek. En in zo'n boogtent slaap je met 10 personen. Ik ga het nog even ondersteunen. Ik zou jullie vertellen, 1,5 kilometer hebben jullie in 7 minuten afgelegd. Willen is kunnen. Denk je dat het materiaal goed is? Daar kan het dus niet aan liggen. Ja, de langste dag was echt een grote televisieoperatie. En zelfs zo groot dat BNN dat niet alleen kan. iWorks kan dat niet alleen. Daar hadden we Defensie echt bij nodig. En Defensie heeft ons heel goed geholpen. Niet alleen met spullen en met infrastructuur en met logistieke dingen. Maar ook gewoon met nadenken. Bij het reconstrueren van zeg maar, de geschiedenis. De geschiedenis van de langste dag. De slag om Normandië. Ha! Militaire vorming is geweldige televisie. Het is een hele mooie stelling. En natuurlijk is het ook mooi in beeld gebracht. En zie je ook vaak als mensen afzien dat het mooie televisie op kan leveren. Maar het belangrijkste is dat de mensen goed zijn. Uiteindelijk bestaat elk programma uit verhalen. En verhalen ja, hangen vaak vast aan mensen waarin je je kan identificeren. Nou merkte ik bij het maken van dit programma dat de jonge generatie soms niet meer precies weet wat de Tweede Wereldoorlog was en wat er allemaal gebeurd is. En voor die mensen is De Langste Dag ook zeer goed om te kijken, want via een verhaal, via de mensen die in het programma zitten, leren ze ook heel veel over de geschiedenis. De belangrijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk zijn deze kandidaten hard gevormd door de militairen en sommigen hadden dat ook echt nodig. Zeker om als groep te functioneren. Maar hoe ze ook zeker gevormd zijn, en dat was niet keihard, was de verhalen die verteld werden over soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Die daar gesneuveld zijn, hun leeftijdsgenoten. Op het moment dat dat indaalde bij onze kandidaten, werden ze ook gevormd. En niet keihard, maar wel keigoed. Jazeker, want BNN is een jongerenomroep en bij Defensie werken heel veel jonge mensen. Jonge mensen die wij als samenleving vaak op missie sturen. En dat is een moeilijke missie. En ik vind dat BNN de taak heeft om te laten zien wat die jongeren uitvoeren. Wat ze willen bereiken, wat hun passie is, waarom ze het doen. De leefredenen van een militair. BNN kan dat goed en BNN wordt goed geholpen door Defensie. Dus het is een goede cocktail en ik zeg proost.